Hazenpad, Delfland. Webinar, dijkveroudering. Jij hebt hier de kaderverbetering begeleid, zeg maar. Kan je kort aangeven wat het probleem was hier bij het Hazenpad? Ja, dit pad was instabiel. Dit was eigenlijk sneller aan de beurt dan andere kaderprojecten die eigenlijk in het programma staan. Dat heeft te maken met dat er toch, het was gewoon, de kwaliteit was niet goed. De toets die eruit kwam was gewoon niet voldoende. Het was gewoon niet veilig. En zo kwam dit project eigenlijk voor op de stapel te liggen. En moesten we eigenlijk wat sneller acteren dan normaal gesproken. Ja. Ja, wat we hier nog zien is een fietspad in wording, zeg maar. Hier lag vroeger een fietspad. Ja, en ik klopt. Kan me dat herinneren dat ik toen ik hier gekeken heb dat er grote scheuren in het fietspad zaten. Op bepaalde plekken had de gemeente ook echt al het fietspad weer moeten vernieuwen omdat het te ernstig was. Lekkages heb ik ook gezien, natte plekken op het fietspad. Ja. Dus er moest echt wat gebeuren. Want we kijken nu naar een fietspad die redelijk ver van de waterkant af ligt. Voorheen was het fietspad veel dichter op de waterkant. En daar is natuurlijk een reden voor om daar iets meer van de waterkant af te leggen. Wat je ziet is een enorm verschil met hoe het was. Want er is inmiddels 38.000 ton aan klei toegevoegd om die kade te verstevigen. En dat was zeker nodig. Wat wel is gebeurd, ze hebben direct eigenlijk de belasting van deze kade afgehaald. Toen wij erachter kwamen dat het zo instabiel was. Mm-hmm. En dat zijn dingen die wel meewerken aan de veiligheid. Want als je alles door zou kunnen laten gaan, maar je ziet wel de scheuren en die constateer je. Ja, dat zou niet best aflopen inderdaad. En die belasting was vanwege dat fietspad wat zeer intensief werd gebruikt? Ja onder andere dat. Ik denk dat het vaak ook een aantal redenen heeft, hè? Want we hebben natuurlijk in 2018 en 2019 hele droge zomers gehad. Ja. Die hebben er wel voor gezorgd dat deze kade heel veel verslechterd is geworden, zeker. Ja. En dat kan ook nog bijvoorbeeld komen door die bomen, dat die extra vocht uit de dijk hebben onttrokken. Dat is ook een reden. Ik denk, daarom zei ik al, dat het is nooit één reden. Het zijn altijd meerdere redenen waarom een dijk in een korte tijd zoveel slechter kan worden. Ja. En kan je dat ook zien, ook een extra trigger zeg maar, voor een stukje dijkveroudering, hè? Het thema van onze webinar van vandaag. Ja, dijkveroudering / verslechtering is het. Hè? Ja. Want in principe hebben wij alle dijken en keringen goed scherp, dat kan ik gerust zeggen. Maar een acute verslechtering, ja, daar moet je gewoon wat korter mee op de bal zitten. En volgens mij hebben we dat uiteindelijk wel heel goed geregeld hier. Maar deze was zeker Een mooi onderwerp daarvan. Ja, ja. En zullen we eventjes terugluisteren, hè? Zo naar het verhaal van Auke en van Fenna. Wat kan zo'n database en die informatie, die kennis die je daarover dijkveroudering daaruit kan halen, wat kan jou dat helpen in jouw werk? In die zin heb ik er wel heel erg van geleerd om in een korte tijd een hoop dingen vooraf te regelen waar je normaal gesproken dus echt ruim 1,5 tot 2 jaar de tijd nodig voor hebt. Dus daar leren wij wel van. Ik denk alleen wel dat het vooral bij de toetsing ligt in hoeverre wij toch wel ad hoc moeten handelen op zoiets. En nu denk je ad hoc, maar jullie hebben er toch nog 1,5 jaar over gedaan. Nou, en dat heeft echt te maken met de regels die erbij komen. Kijk, een fietspad afzetten is niet zo moeilijk, maar uiteindelijk aan het werk gaan, ja, daar komt gewoon echt heel veel bij kijken.